Je bent nog net heel clear? Ja, we moeten nog een einde maken. Maar daarna, zullen we dat eens even share? Ja, niet kijken. Je bent professionals, je kent dit. Ik ben een professional. Ja, je bent professionals, je kent dit. Vond je dit nou een leuke vlog? Je wordt erop monteerd. Je mag aardig wat filmpjes maken, man. Ja. Fanatiek, hè? Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben in Burgum, bij Lutger. Want vorige week had ik een filmpje maken voor een groep jeugdje van deze squallen. Van wat komt er al bij een vlog te zien, mijn tips en tops. En hoe kan ik zien hoe ze dat in werking bracht haar en wat het eindresultaat is. Dus ja, ik ben heel nieuwsgierig, Jim Vestek. Dus we zullen het wel belipje. Ik ben hier dus in Burgum, Lutger. En in plaats van dat ik vlog, geen zij vloggen. Hoe leuk is dit? We zullen het zien. Nou, ik ben mooi op tijd. We gaan alles even troppraat. We gaan ons aan 10 minuten starten. Eerst nog even een lekker bakje koffie. Vorige week ben ze inderdaad begonnen met filmen. Maar ja, het kostte toch wat meer tijd dan dat ze toch. Dus je moet zullen nog wat opnames maken worden maten. En nog monteerd worden maten. En dan uiteindelijk is het wel het doel dat ze het op het scherm schillen wat ze uiteindelijk voor vlog maken. En nou ja, daar kreeg ik dan tips en tops voor Jan. Dus ik kies ook nog even wat tips Jan mij het filmen en monteren. Dus dat is wel heel leuk. Ik zal aan hem jaren waar het wollen net in beeld wollen. Want ja, dat ga je maar de pubers en de jeugd. Net iedereen die wollen en wat dat misschien. Maar de meesten hier dat wollen in het snotje. Die toch dat ik de kamer mag. Dus ging er gewoon lekker vloggen. En dan heeft Jan vloggen wie Jan litten hoe hun vloggen. Nou, hoe mooi wordt het haar? Eerst mijn bakje koffie. Nou, ik mijn er binnen in klasse 104. Zullen we eens even zien? Nou, hoi! Hoi! Hoe is het? Goed, ik ben niet goed. Gaan we er zin in? Ja! Vind je het ook een beetje spannend? Nee, heel erg! Oh, nou, ik bied net. Ik ben Chits. Maar je houdt het goed? Is vorige week een filmpje van mijn short? Ja. Komt er wat mij? Ja. Ja? En dat het goed is, ga je hem al wat beelden maken? Ja. Nou, ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben Joet, dus ik ken hem eventueel nog wat tips en tricks, ja. En ik ben heel nieuwsgierig naar wat je hem maken gaat. En leuk dat ik komen mocht. Ja. Ja, wat voor tips hier? Kijk, wat ga je hem onthouden? Welke tips? Ljocht? Ja. Dus, dan maak ik eigenlijk zasteen, hè? Met het gezicht naar de ruimte aan. Wat voor tips wie nog meer? Waar weet nog tips? Ja, net zag, hè? Wil je net echt knapper van. Duidelijk praten. Duidelijk praten, ja. Ja. Hey, dat is eigenlijk de allerbelangrijkste die ik geef. Een goed begin, een midden, daar waar de info in zit, en een eind. Ik begin dus altijd van de morgen, of ik ben hier begonnen, ben je op het terrein. En dan zeg je van goeiemorgen, naar je dag, naar je vlog. En dan vertel ik even wat ik dwang in en nu ben ik hier bij hem. En als dat ik naar huis ga, zeg ik, nou, vond je het nou een leuke vlog, dan eindig ik hem weer. Dat is herkenbaar. En waar was het om tinken? Als het iets online zegt. De beelden moet je afgaan. De beelden nightcheck, want ik ken altijd bewijzen van de rentier in hoe de haal. Ik film je sa, maar de rentier in de blad. Ik denk net dat je vaak gebeurt, maar de rentier in de blad komt door de haal. Die wordt denk ik net op YouTube. Dus wij zijn heel bewust van Wasto Films, maar echt die om jouwing. Ja, wij doen wel eens blurren, maar we doen bijvoorbeeld wel eens een smiley. Als er een is, ik kom heel soort op basiskwam. Nou, er ben altijd bij die Meijer net in beeld, of die wil net in beeld, of die ben altijd redenen voor. Nou, dan wil ik dat. Misschien zit hier aan, ik wil je niet bij in de klas. Ik zei van, nou, ik wil net herkenbaar in beeld, of ik mij net herkenbaar in beeld. Dan kiest je een blurry. En dan wist je een beetje wazig maken, of dan krijg je een mooie smiley, maar een lachje, of hartje eetjes. En zak is dat, nou, dan komt diegene net zichtbaar online. Heel belangrijk om dat in het vark te vragen. En je lerares dat krijgt, dan kon je invreven, jou dat aan. En gewoon even on, is geen enkel probleem. Ik kies gewoon 10 monteren, kies diegene dan blur. Dus misschien is dat inderdaad wel leuk om dat een te bezieken. Als het in je verbieding komt, juist aan op die vlag. Of hier op de hal. Dan stel je even een plaatsje op 6. Ik zou zeggen, zet hem op en ik kom wel even bij hem del. Nou, hier zitten alle telefoons in, zeg ik. En die mijn oors net broeken, maar nou wel. Dat is toch wel weer handig, hè? De kinderen hun filmpjes iets te maken gaan en je kan nog filmpjes bewijzen. Je bent nog net heel nog clear? Nou, we moeten nog een einde maken. Mag ik mij rennen? Zullen we dat eens even zien? Ja, ja. Nou, ik mij en mij. We gaan naar Boet, Leeuwik. Ja, ja. Best. Je hebt toch niet het filmpje erin gezet waar ik zo rust? Zie ik er wel in gedaan? Nee. Maar die bij de bloopers, denk ik. Dit is je begin? Dat
paardrijden. Oh, wat leuk jongens. Je maakt heel mooi aan je achtergrond toch? Een mooie beweging. Je vertelt heel duidelijk wat we de wang gaan. Ja. Dus blijf kijken. En vergeet vooral. Oh, wat leuk al jongens. En te liken. Ja. En je bent me echt warme wijze laten, ja. En dat let je hem dus al eens zien, want je hem vertelt haar. Ja. En nu wil je hem nog even een eind. Ja. Nou, was het een dwang is, is een soort van bedankje. Dat de meesten zien haar. En van, hey, we hopen dat je hem volgende keer wegkomt. Om een vlag shirt van u. Dat is eigenlijk het idee van een vlagger. Dus meteen even een leuke pakkende tekst. Misschien iets met een flower. En dan echt, ja, toen kom hij, liken. Meteen eens even wat. Ja? Ons oefenen meest een paar keer en dan kan het dan filmen. Ja. En zwaar je dat ze er al eerlijk op staan en dus zelf? Waar ga je hem filmen, vrouwje? Ik ben klaar. Je bent klaar. Oh, kom ik samen bij hem zien, want we maken haar. Ja. 3, 2, 1. Vond je dit nou leuk? Kijk de volgende vlog dan ook. En doe vooral dik duimpje omhoog. Doei, doei. Nou, volgens mij is dat prima, hè? Check hem maar even. Pogingen 2. Ze bent er nog net heel ondoor uit. Je kent het, je kent het. Kom op. 3, 2, 1. Zet hem op. Vond je het nou leuk, toch? Beginnen. Heerlijk, heel mooi. Poging doen we, traaien. Oké, het oorst nog eens is zonder te filmen, is het op de telefoon van jou. Vond je het nou leuk, toch? Beginnen. Was je dan krijg ik weer een Hollandse tekening? Ja, dat was het zo. Maar heb je er ooit eens zin? Hij heeft niks, joh. Niet kijken! Met zijn grieze. Weg, JJ. Je bent professionals, je kent dit. Je kent dit. Ik ben een professional! Ja, je bent professionals, je kent dit. Vond je dit nou een leuke vlog? Kijk de volgende vlog dan ook. En doe vooral een dik duimpje omhoog. Doei, doei! Doei. Nou, ah, top volgens mij. Zal ik je een vierde monteren? Ik zal zien dat ik nog een orenploegje vind ik in. Even zien wat de orengroepjes binnen. Het is een grote doolhof, maar vind het fijn. En hoe gaat het hier? Heel goed. Ik ben nu bezig met bewerken. Oké, en je hebt in principe alles draait. Alles filmen wat je moet. En nu is het puur alles nog bewerken en achter elkaar zetten. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig. Gaan we nog hulp nodig of zeg van dat lukt eerst wel? Dan wordt het voor mij mooi een verrassing wat je moet filmen. Nou, zet hem op. Alles erop? Ja. Ben je hem klaar? Ja. Alles is echt monteerd? Of nog? Je hem gaat nu monteren? Ja. Je hebt haar een begin, ja. Je hebt haar een verhaal in het midden, ja. En je hebt haar een eind. Ja. En nu wordt het puur alle filmpjes knippen, plakken. Ja. En waar gaat het ervan? Ja, toch? Ja. Ik heb het ga je hem helpt nodig of zeg van dat lukt eerst, want anders roppen we gewoon. Nou, zet hem op. Je wordt erop monteerd. Je hebt haar wat filmpjes maken, man. Ja. Fanatiek, hè? Leuk. Wat ben je nou? Nou jongens, ze zijn al je echt heel fanatiek dwanen. We gaan nog even wat extra opdrachtjes dienen. Dus blur nog even een persoon of een smiley. Maar toch ook titels erin. Even een begintekst. Maar ook als men je praat, hoe heet die gang? Zet dat er echt in. Nou, we gaan krek even een kwarte pauze. 4 minuten horen. Even wat drinken, even naar boeten. Even de kop leggen, even de holle van de telefoon op. Nou gaan ze nog krek even gestuurd om de laatste dingen in te monteren. En dan ik heb aangezien wat het eindresultaat is. En welke punten ze al je omvinken kennen. We zullen het zien. Nou, dit zijn de punten. Blur, smiley. Een afbeelding moet voorbij komen. Er moet een tekst in zitten. Dus bijvoorbeeld een begintitel of een tekst middenin. Inzoomen, uitzoomen. Een kleureffect. Wiegelijk zwart-wiet of sepia of juist heel felle kleuren. Naam en ondertitel, dus waar praat, even de namen erbij. En een eigen YouTube-kanaalnaam. Hoe hiest u op YouTube, hoe kan mensen die zagen naam vinden? Nou, dat ben dus... ja, Jim had al echt Jim namen, hè? Ja. En ze gaan ook nog zo'n minuutjes, Jerk, dus check al die punten. En dan geven we aan Jim, want je wou je er van maken. Ik ben heel nieuwsgierig. Nou, iedereen had zijn vlog klaar. En wist dus even Jim wat er van maken is. Ik ben heel benieuwd. Hoi, ik ben Esther van Frankrijk. En wij gaan leraar voor onze school. Dit is mooi. Dit is wel. Wauw. Zat ik zei, ik jou vond even een top en een tip. Maar over het algemeen, je had het echt heel goed in. Wat ik als top vind, je hebt heel goed nagedacht wat voor vragen je de leraar stellen. Dus het werd me helemaal duidelijk wat die leraar je doggen en hoe lang het ze binnen. Dus ze hebben heel goed nagedacht. Dus het onderwerp is heel goed. Een tip is voor mij
probeer je luid en duidelijk te praten. Soms dan wordt je stem een beetje waai. Ik hoor het nog volgen, maar denk ik goed omdat je luid en duidelijk, je zegt ik wil dat ik best wel luid en duidelijk praat, zodat het voor de meesten echt goed jebber is. Maar dat is echt een tip. Ik vond hem echt heel leuk. Ik zeg titels, de naam van de leraar zeg ik eronder. Ik zeg een titelname. Ik zeg een bewerking, een soort effect zeg ik. Dus je mag goed naar uw sizepunten zien. Heel erg goed die. Een applaus voor hemzelf. Vlag van de heren. En ik speel Sarah. Ik ben 13 jaar oud en ik speel Shakira. Ik ben Rick, ik ben 13 jaar oud en ik speel Shakira. Nou, nu gaan we beginnen en Shakira. De kwebbelkontjes. Nou, dat klopt toch, ik wil het. Gaan we de paarden borstelen, opzamelen, gaan rijden en gaan we weer even lekker met z'n vullen. Kunnen we blijven kijken. En vergeet vooral niet te abonneren en te liken. Heel belangrijk, goed in vooral liggen, ja. Dat is een stapje. En dan gaan we eerst de paarden poetsen. En wat is er? Niet meer. God. Leuk, maar die teksten eronder, vooral heel goed in. Het is belangrijk dat je een paar schoon hebt geborsteld, zodat wanneer het zout erop ligt, dat er niet vies gaat onderkomt, waardoor er niet plekjes kunnen ontstaan. Nu heeft ze ook het zadel gepakt. Die leg je erop op het paard en dan blijft het mooi zitten tijdens het rijden. Zo. Nu dropperen we met Biddy en we hebben hier een bakje, Silke, Daal, Karen, opzadelen en ook pakken om er straks op te rijden. Nou, dit is dus Karen, dit is de tweede van die waar we op gaan rijden. Vond je dit nou een leuke vlog? Kijk de volgende vlog dan ook. En doe vooral een dik duimpje omhoog. Doei doei! Applausje jongens! Super! En goed opgelost ook met een screen recording weer ja, maken. Heel goed vertocht. Ja. Tip en top, jou ik. De top is denk ik wat ga je hem. Ontzettend je best zien om een soort informatie te jan. Het wordt helemaal duidelijk onder het begin van de vlag wat je hem dan gaat vertellen of wat je hem zien laat gaan. Dan liet je hem daadwerkelijk zien hoe het alweer, nou, wat er al je bij komt te zien. Het opzadelen, het rijden zelf. Het wordt alweer heel duidelijk uitlijn, duidelijk sprutsen. Je hebt een mooie taakverdeling. Iedereen komt ook wel om bod. Vind ik wel mooi, want het is mijn groepje van vrouwen, dus het is mooi verdeeld. Een tip. Oh nee, nog een top. Je hebt hier alles ondertitelen. Voel ik echt supergoed, want waar zit wel eens even op Facebook, maar had geen geluid hoor, want dan kan de meester of je of wie nou kan het jaren. Maar dan leest u wel die tekst. Ja, hè? Dus dat zie je hem heel goed in, maar echt alles onder de titel, echt supergoed. Een tip, je begint sommige beelden wat verder af, probeer je echt wat dicht bij te kroepen, dat is het echt goed juist. Is het in je geval, mijn hinders is dat wat lastig. En kies hier en daar misschien van kwartere scènes. Je vertelt een heel soort, is heel mooi, maar het moet net te lang trillen worden. Dus hier en daar hier misschien nog stukjes op uitknip werken, dat het iets flatter weer. Maar voor de rest echt heel goed dingen, dus applaus voor hemzelf. Super. Nou jongens, ik wie je doet op het Lutger in Burgum. Ik mocht onder horen deze vrouwje vlagles aan. Vond je het leuk? Ja. Ik vond het echt super leuk. Er vinden echt hele mooie vlags uit het vak aan. Dus ik zou zeggen, al je nieuwe vlagsters in het dap. Van nou zoek ze, voel je het nou een leuke vlag? Abonneer je, zet blauw toonk omheen en via het net het chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Online chillvlag, hey hoi! Hey hoi! Doei!